Rooftop 99, het autosalon bij u in huis. CEO's, politici en andere persoonlijkheden antwoorden op vragen over mobiliteit, het gebruik van hun voertuig en de impact op het klimaat. Gesteld door jongeren van de nieuwe generatie die er geen doekjes om winden. Vandaag is onze gast in de studio Louis Talpe. Waarom zijn er zoveel snufjes op auto's? Wel, in de Polestar zijn er eigenlijk niet zo heel veel snufjes. De auto is heel clean en sober afgewerkt, wat heel handig is. Maar wat er wel is, is een hele grote centrale iPad in het midden van de auto. Een soort van console waar je heel veel apps kunt downloaden en eigenlijk echt de auto mee kunt besturen en controleren. Dat is echt superhandig. Mag je met een elektrische auto in de regen rijden? Gelukkig wel. Je kunt er ook mee naar de carwash. Je kan ermee in alle omstandigheden rijden. De batterij zit helemaal weg, ingewerkt in de auto. Dus je kan er altijd elke dag en elke nacht in de regen mee rijden. Wie is er Bob als jullie met de auto naar een feestje gaan? Vroeger zal mijn vrouw zeker altijd Bob geweest zijn, maar tegenwoordig... als we naar een feestje gaan, ik drink geen alcohol of heel zelden, dus ik ben heel graag Bob. Ik geef ook niet graag mijn stuur af, want ik rijd te graag met mijn auto. Is het milieu een criterium waar je rekening mee houdt als je een auto koopt? Ja, absoluut. En ik denk dat dat voor de toekomst voor iedereen zal gelden. Ik denk dat we met heel veel mensen zijn die allemaal hun eigen steentje kunnen bijdragen voor een beter milieu. En ik behoor daar ook toe. Dat is gewoon superbelangrijk en jullie moeten dat ook doen. Moet ik bij mijn elektrische auto blijven als ik hem in het stopcontact steek? Nee, helemaal niet. Als ik ga opladen aan een tankstation bij een snellader, ga ik meestal gewoon binnen. Ik drink een koffie, ik stuur een paar mailtjes. Dus het is gewoon heel handig. Je hebt eigenlijk altijd alle mogelijkheden om gewoon te relaxen en de auto op zich te laten opladen tot hij klaar is.